alle bizarre dingen aan deze auto is het meest merkwaardige misschien wel de launch control. Want die willen nou met een auto van 1880 kilo, een stationcar, een familieauto, nog harder weg dan hij al kan met zijn 400 pk. Nou, ze zeggen dat het moordend is voor het mechaniek en daarom is het ook heel ingewikkeld gemaakt. Een Boeing 777 starten is makkelijker. Let op, dynamische stabiliteitscontrole DSC uitschakelen. Zie pagina 84. Ik doe DSC uit. 2. Sequentiële modus met Drive Logic rijprogramma 6 selecteren. Is die? S6. 3. Programma P500 van de M-motor dynamiek regeling selecteren. Zie pagina 61. De keuzehendel naar voren drukken. Gas geven. Vol indrukken. En dan zou die zelf moeten afregelen op 4.500 toeren. Dan laat de keuzehendel los en dan blaffen we weg. Het werkt gewoon. Nu heb ik alles geprobeerd. Het werkt niet. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat BMW voor deze testauto dit systeem uitgeschakeld heeft. Gelijk hebben ze. Maar gelukkig komt hij zo ook al redelijk van zijn plek. Er is een goede reden waarom het allemaal zo ingewikkeld gemaakt is met die launch control. Want eigenlijk moet je dat systeem gewoon niet gebruiken. Het is moordend voor je auto. De krachtsexplosie die je op al die mechanieken krijgt. Als je assen bijna tot wokkels worden verdraaid. Dat is gewoon niet goed. En ja, het is ook eigenlijk heel vreemd. Waarom heb je in vredesnaam om die paar tiende seconden winst te halen. Dat je het ding zo afbult en afslacht. Het is pure zelfkastijding deze auto. Een leek die in deze auto zou stappen, die zou misschien denken dat hij te maken heeft met een automaat. Maar dat is niet helemaal waar. Het is in feite een semi-automaat. Het is een handbak die gerobotiseerd is. En je voelt ook als hij schakelt, is klonk, klonk. Er zijn harde slagen. Je hoort ijzer op ijzer. Het is heel hard en bruut allemaal. Dat kun je ook nog een keertje zelf instellen. Want met een knop hier op de middenconsole kun je de snelheid waarmee geschakeld wordt. En ook het toerental, hoogte van het toerental op de gebeurt, ook beïnvloeden. En er is natuurlijk ook een grens aan hoeveel vermogen je via een paar decimeter, vierkante decimeter rubber op asfalt neer kunt leggen. Je kunt wel oneindig blijven opschroeven, maar het houdt een keer op. Als je ook maar enigszins vochtig asfalt voluit gaat, dan is het heleboel alleen maar aan het spinnen en ben je alleen maar aan het corrigeren om die kont weg te krijgen. Je moet deze auto ook vooral zien als een hele fijne, supersnelle autobaancruiser. Dan heb je een heerlijk direct stuur, allemaal messcherp is het. Je hebt een bolt power in je rug waar je niet goed van wordt. En dat maakt deze auto al met altijd een heel merkwaardig product. Zou je hem kopen? 1,5 ton kost hij met de spullen die er extra op zitten. Meer dan 1,5 ton zelfs. Voor dat geld? Nee, ik zou een 535D kopen voor het gezinnetje. En daarnaast voor het geld overigens een hele leuke roadster als je wilt spelen. Maar dat neemt niet weg dat deze auto in al zijn extreme, formidabel goed is. Fantastische combinatie. En ja, 4,8 seconden met een auto die met twee inzittende toch 2 ton weegt is natuurlijk fantastisch.